Dag 2 in de verhoren van Sonja. Hoe was het vandaag? Nou, dat liep behoorlijk uit de hand, zou je kunnen zeggen. Sonja Holleder was eigenlijk al binnen een uur volledig over haar toeren door de vragen die advocaat Sander Jansen haar stelde. Ze moest huilen, ze schreeuwde in de microfoon, ze viel hem in de rede, luisterde op een gegeven moment helemaal niet meer naar wat haar gevraagd werd. En ja, de reden voor al die paniek was dat Sander Jansen haar confronteerde met onwaarheden die ze eerder heeft verteld. Sonja heeft eerder steeds verklaard, wij namen nooit contact op met Willem. Het was eenrichtingsverkeer. Als hij wat van ons wilde, nam hij contact op met ons, met haar en met haar gezin. En ook, ik heb nooit iets van hem gekregen. Nou, Jansen die blijkt dus te beschikken over honderden, misschien zelfs wel duizenden getapte gesprekken, telefoongesprekken, sms'jes, appjes. Waaruit een heel ander beeld naar voren komt. Daar zie je communicatie tussen Holleder en Sonja, Holleder en zijn neefje en zijn nichtje, de kinderen van Sonja. Ja, die eigenlijk heel liefdevol overkomen. Hij wordt oompje genoemd, de boodschapjes worden afgesloten met 4 kruisjes. Er wordt tegen hem gezegd dat hij lief is, omdat hij iets geregeld heeft. Hij blijkt voortdurend om hulp gevraagd te worden als er een keer wat is, als de auto kapot is of als er iets anders is. Dus ja, je krijgt daar een beeld uit dat diametraal staat op het beeld dat Sonja schetste van een tiran die eigenlijk wilde dat zijn familie altijd voor hem klaar stond. De rode draad door dit hele dossier is de Achterdam in Alkmaar. Dat is de prostitutiebuurt in Alkmaar. Dat was het eigendom van Cor van Hout, voor zover je van eigendom kunt spreken, want dat is allemaal gefinancierd met losgeld dat destijds voor de ontvoering van Heineken en Doderer is betaald. Nou, na de dood van Cor zou Sonja die Achterdam erven en die wilde, kost al wat het kost, voorkomen, heeft ze altijd gezegd dat Willem Holleder, haar broer, daar de hand op zou leggen. Maar die wilde die Achterdam wel hebben. Nou, nu is eigenlijk het verhoor abrupt geëindigd vanmiddag, omdat volgens de verdediging van Holleder Sonja niet de waarheid vertelt over wat er nou precies gebeurd is met die Achterdam. Hij zegt, ze heeft het geld weggesluist. Dat heeft ze waarschijnlijk gedaan met hulp van anderen. Die wil ze niet belasten, daarom wil ze daar niet de waarheid over verklaren. Maar wij willen die waarheid boven tafel hebben. Want dat geld, die Achterdam, loopt als een rode draad door dit hele dossier. We moeten dus gewoon de waarheid boven tafel hebben. En omdat Sonja die niet wilde vertellen vandaag, heeft de verdediging van Holleder aan de rechtbank gevraagd, draag Sonja op om gewoon openheid van zaken te geven. Geef haar opdracht om dat te doen. Ja, en als zij in de ogen van de verdediging daarover blijft liegen, dan zou er zomaar een aanklacht wegens mijneed boven haar hoofd hangen. Dus ze speelt nogal wat. Maar ja, de rechtbank heeft besloten om daar nog niet vandaag een beslissing over te nemen. Dat gaan ze pas vrijdag om 3 uur doen. En dat betekent dus dat de derde verhoordag van Sonja op vrijdag niet doorgaat.